Schiphol steunt sinds 2008 het werk van SOS Kinderdorpen. Al 60 jaar bouwt de organisatie in ontwikkelingslanden dorpen waar weeskinderen een goede toekomst krijgen. Zo ook in Kenia, waar nu 4 dorpen zijn met een 5e in aanbouw. Gita en Klaartje werken bij Schiphol en bezochten SOS Kinderdorpen in Nairobi, Eldoret en Kisumu. We zitten nu in een guesthouse die al 40 jaar bestaat. Het 16 gezinshuizen. 16 gezinshuizen. Sociaal centrum, 2 jongerenhuizen, directeurswoning en ja, morgen bij daglicht mogen we het gaan kijken. SOS Kinderdorpen is in 132 landen actief en biedt ruim 400.000 kinderen hulp. In de kinderdorpen wordt niet alleen aan het belang van de bewoners gedacht, maar ook aan het milieu. Schiphol is chosen to support especially the environmental friendly projects. Is there also here in Nairobi taking care of environmentally? We cannot just cut trees without a permit from the government. Even in the tree that sits here, where it's almost falling on your building, you have to get a permit from the government. That means that we ensure that the environment is respected. De kinderdorpen worden gebouwd en onderhouden door lokale mensen. Zo heeft het kinderdorp positieve uitwerking op de lokale economie. En na de schooltijd zijn we met chauffeur weer meegegaan met de schoolbus. Hebben we de kinderen opgehaald van school. En dat was echt hilarisch. We hebben met 50 kinderen in een bus opgepropt gezeten. De kinderen hingen aan de handgrepen waar je aan vast kan houden aan het plafond. En liet zich dan weer op de stoel vallen. En ze wilden aan je haar zitten en kennis maken. Zij vonden het haast net zo leuk als wij, denk ik. Ja. In Kisumu is een dorp in aanbouw. De armoede is er groot en 95% van de gezinnen leeft van minder dan 1 euro per dag. Daar hebben we de bouwaannemer gesproken die met 50 man aan het bouwen was. En we hebben al dansend een hele mooie mangobol geplant met Afrikaanse vrouwen. Ontvangen als een familielid die lang niet geweest was en hartelijk welkom was. En dan morgenavond vliegen we weer naar huis.